Welkom. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen puzzelen op deze casus. In ieder geval even hebt nagedacht. Laten we even een aantal dingen doorlopen. Nou, een van de symptomen waar we het over moeten hebben, ja, is dat als dat bloed door die ductus minder efficiënt wordt rondgepompt en hoe het precies zit, dat hoef je niet te weten, maar je kan wel denk ik volgen dat als die ductus open zit, dat het minder efficiënt gaat, minder efficiënt bloed rondgepompt in het lichaam, resulteert in vaak een blauwer aanschijnsel, hè, een blauwer huidskleur door een zuurstofgebrek, moe, futloos, waarschijnlijk een hangende, futloze baby die veel slaapt en maar weinig alert is. Dan die bloeddruk, dat is een wat lastiger verhaal. Wat belangrijk is dat je realiseert dat die linkerkamer is veel sterker dan de rechterkamer. Dus alles wat van de linkerkamer komt is een hogere bloeddruk. Dus in je aorta heerst een hogere bloeddruk dan hier in die rechterkamer. En daardoor krijg je dus dat voor de geboorte was dat het bloed van die rechterkamer naar die aorta liep. Na de geboorte wordt dat andersom. Dus van de aorta loopt dat bloed deze kant op. Het lastige is natuurlijk, je hebt hier te maken met kleppen, dus dat bloed, of dat van die longsvergader terug die kamer in gaat, dat is nog maar een vraag. Ik denk het niet. Die kleppen zitten daarvoor en die behoeden het daarvoor. Maar dan is er geen andere mogelijkheid dan dat bloed die longslagaders ingaat. Nou, op zich is dat ook de bedoeling, maar die bloeddruk daar, die wordt wel heel erg hoog in die longslagaders. Veel hoger dan normaal gesproken zou zijn. Want die hele linkerkant van het hart, die duwt daar ook bloed in. Dus die bloeddruk in de longslagaders wordt veel te hoog. Wat het autonome zenuwstelsel dan doet, die zorgt voor vasoconstrictie in de longen, de longhaarvaten en de longarteriolen. En vasoconstrictie is dus dat die kringspieren rondom de bloedbanen, dat die zorgen voor dat die bloedbaan minder toegankelijk wordt. Dus hier, deze, je kan zeggen, die longslagader, die wordt kleiner en daar gaat dus bloed minder makkelijk doorheen. Dat is een tijdelijke oplossing, minder bloed in die longen zorgt voor een minder hoge bloeddruk daar. Maar die bloeddruk hier wordt weer hoger. En die rechterkamer gaat daarvoor compenseren door zich nog harder aan te trekken tijdens de systool. En dus krijg je alsnog hier een hoge bloeddruk. En helpt die vasoconstrictie van het autonome zenuwstelsel, helpt niet meer. Wat je krijgt door te veel bloed wat die longslagaders ingaat, die haarvaten inkomt, en daar dus ook nog steeds een te hoge bloeddruk is, is je krijgt daar dus een hoge bloeddruk en uiteindelijk resulteert het in longeudeem. Eudeem van de longen, dus weefselvocht wat zich daar ophoopt in de longblaasjes, wat zorgt voor een slechtere longfunctie, ademhalingsproblemen. Dus je komt van bad to worse. Dit probleem kan het lichaam niet zelf oplossen. Hoe dan wel? Nou, dit vereist een chirurgische ingreep. En we moeten zorgen dat we hier iets inzetten. Wat we tegenwoordig kunnen, is we kunnen hier een soort parapluutje inbouwen. En dat parapluutje, dat komt via de aorta en vaak via de lies komt dat het lichaam binnen. En in de lies wordt een incisie aangebracht, daar de slagader opgezocht. Dan via een draadje en live röntgen, een film eigenlijk, dus geen foto, maar een film. Wordt gekeken of dat ding op zijn plek zit, dan wordt het parapluutje uitgetrokken. En met wat medicatie wordt dan die ductus door het lichaam afgebroken, als daar geen bloed meer doorheen loopt. Een vrij minimale ingreep eigenlijk als je kijkt van wat het allemaal teweeg brengt. En hierna moet het probleem zijn opgelost en kan het kind een goede toekomst tegemoet zien. Misschien een leuke exercitie voor je geweest om eens te kijken van snap je dit hele hart- en bloedvatensysteem en kan je hier wat zinnigs van maken. Ik hoop van wel. Laat anders een reactie onder mijn filmpje achter. Als je problemen, vragen of opmerkingen hebt. Tot de volgende keer.